deze komt keihard aan, denk ik, Mitchell. Deze komt heel hard aan, zeker. Ja, je mag je gewoon niet verliezen. Het is natuurlijk toch weer een andere competitie, de beker. Daar moet je gewoon niet door willen. En dat is vandaag niet gelukt. Jullie krijgen tik op tik. Af en toe zitten de wedstrijden bij dat jullie behoorlijk spelen, maar toch de punten niet pakken. Hoe blijf je daarmee omgaan, hè? En wanneer word je er moedeloos van? Ja, moedeloos moet je nooit worden. Je moet gewoon toch op een of andere manier keihard doorgaan. Dan moet het gewoon een keer goed vallen als je keihard blijft werken. Ja, want daar leek het ook qua lijn in jullie spel in de tweede helft op. Ballen erin pompen en hopen dat die een keer goed valt. Maar daar zat het ook niet in mee. Dan moet het, wat je zegt, dan moet ze wel afgemaakt worden. En dat gebeurt niet. Is er ook daarin een gebrek aan communicatie? Spelers die elkaar af en toe in de weg lopen en dan zie je ook de onvrede onderling toenemen op het veld al? Ja, tweede helft werd het veel te druk voorin. Iedereen ging in de punt lopen. Dan is het gewoon te druk. En dan komen er toch wel twee kansen die moeten erin. Maar nogmaals, terugkijken heeft geen zin. Je verliest. Ja. Ik heb het in ons verslag gezegd. Ik zeg het net tegen jouw trainer. Ik maak mij grote zorgen over dit seizoen met Feyenoord. Snap je dat? Dat veel mensen dat gevoel nu hebben? Natuurlijk snap ik dat. Dat is inherent aan het voetbal. En als je dan geen resultaat had, dan krijg je dat. Maar zolang wij dat maar niet hebben, dan komt het goed. Ja. Een trainer is dan altijd de kop van Jut. Dat is altijd zoals de resultaten slecht zijn. Zit daar iets in? Waar zit het verbeterpunt om Feyenoord uit het dal te krijgen? Dat weet ik niet. Daar moeten we met z'n allen voor gaan zitten en ook elkaar gewoon hardop aanspreken. En dan zien we het. Je weet het niet of je gaat het niet tegen mij zeggen? Want het eerste zou ik... Je zal wel ergens een gedachte hebben van waar het hem nou in zit. Ik weet het niet, maar als ik het wist, had ik het ook niet verteld aan je. Dan moet je zaterdagavond weer hierheen. Ja, dat kun je op meerdere manieren opvatten. Je kan gelijk revanche nemen. Maar ja, zo duur als de bekernederlaag, zo slik je ze niet vaak. Zeker, maar we kunnen wel sip blijven en boos blijven. Maar ja, wat je zegt, de wedstrijd komt er alweer aan. En dan is het een heel mooi moment om je te revancheren en erop te knallen. Waar is het vertrouwen op gebaseerd dat het nog goed gaat komen dit seizoen? Want ik ga ervan uit dat jij dat vertrouwen hebt, die vraag stel ik niet eens. Ja, ik denk toch... Door wat ik al zeg, gewoon met z'n allen dicht bij elkaar blijven, keihard werken en dan moet het goed komen.